kan een robot de emoties in jouw stem herkennen. Dit is de Universiteit van Nederland. Kan een robot de emoties in jouw stem herkennen? Daar gaan we het vanavond over hebben. Je ziet dat ik niet alleen op het podium sta. Ik ben hier met Nao. Ik ga even gedag zeggen tegen Nao. Ik moet het wel in het Engels doen. Hij kan helaas nog geen Nederlands. Ik ben een beetje nerveus. Ik weet niet of hij dat oppikt. Hallo Nao. Where am I? Who are you? My name is Keith. Hi Keith. Where are you and what are you doing? Well, I'm giving a talk right now in Amsterdam. In Amsterdam? Oh, nice. Are you enjoying it? Are you nervous? Yes, I'm enjoying it. I'm not nervous at all. It's super. Sounds like it is going fantastic. Keep on going. You don't sound nervous at all. Nou, zoals je ziet, heeft hij begrepen wat ik heb gezegd. Maar hij heeft nog niet goed begrepen dat ik best wel nerveus klonk. En dat is waar ik het vanavond over wil hebben. Ik wil het hebben over het herkennen van hoe iets gezegd wordt. Want dat is wat Siri en OK Google en Amazon's Alexa nu nog niet kunnen. Maar voordat ik daarover begin, wil ik eerst iets vertellen over hoe automatische spraakherkenning werkt. Daar weten we al eigenlijk best veel van af. Het is begonnen in de jaren 50 met het herkennen van los uitgesproken klinkers en getallen. Dus je moest flink pauzeren tussen de getallen 1, 2, 3. En dan kon de spraakherkenner je getallen herkennen. Daarna doorgegaan met voorgelezen spraak. Spraak uit nieuwsuitzendingen. En je ziet ook dat de prestatie inderdaad flink verbetert. Dialoogspraak en ook spraak uit groepsgesprekken. Maar tegenwoordig kun je tegen Siri gewoon normaal praten. Dus de prestatie is flink verbeterd. Nou, hoe werkt het nou precies? Hoe verwerkt een computer spraak voor automatische spraakherkenning? Geluid bestaat uit luchtdrukveranderingen. En die bewegen zich als golven, trillingen, door de lucht. En die golven hebben ieder een eigen frequentie en amplitude. Spraak is een samenstelling van die golven, die ieder een eigen frequentie hebben. Spraakgeluid wordt geproduceerd door middel van lucht, wat vanuit de longen gepompt wordt en via de mondholte het lichaam verlaat. Nou, de vorm van die mondholte die bepaalt welke frequenties versterkt en verzwakt worden. En dat bepaalt weer welke klinker of medeklinker je hoort. Nou, die informatie, dus die verzwakkingen en versterkingen van frequenties, dat noemen we ook wel spectrale informatie. En dat is de informatie die de computer uit de spraak kan halen. Vervolgens leert de computer verbanden tussen die spectrale informatie en de klanken. Door het herkennen van hoe iets gezegd wordt, kunnen we mens-machine interactie veel efficiënter laten verlopen en veel soepeler laten verlopen. Het is voor mensen heel natuurlijk om te praten. En vaak gaat het gesprek ook veel efficiënter als je iets tegen iemand zegt. In plaats van door een heel menu te doorlopen en op knopjes te klikken. Het is een hele grote uitdaging voor robots om sociaal gepast gedrag te vertonen en om adequaat te reageren op menselijk gedrag. Nou, we hebben zelf op de universiteit ook onderzoek gedaan naar emotieherkenning van robots. Wat we hebben gedaan is, we hebben geprobeerd een sociale virtuele agent te ontwikkelen. En die virtuele agent die gaat knikken en zeggen op bepaalde momenten. Dit zijn zogenaamde minimale luisterreacties. Dus die agent gaat net doen alsof hij naar je verhaal luistert. Dan heb ik hier een filmpje van een virtuele agent die aan het praten is met een mevrouw. En die agent gaat knikken en hun zeggen op bepaalde momenten. Probably so. Well, if I'm going to be wise, prudent, I think I'm probably going to have to get back to work and go and read all my emails and sign 100 letters and... Ik weet niet wat jullie van het gesprek vonden, maar ik vond dat er een aantal knikjes en hms niet zo goed getimed waren. Het was misschien een beetje onnatuurlijk.
Dat klopt, want de timings van deze knikjes en mhm's, dat waren eigenlijk dat waren willekeurige momenten. Dus zo zie je maar hoe belangrijk het is om die sociale interactie tussen mens en machine goed te krijgen. Zo'n knikje dat op een verkeerd moment valt, maakt het hele gesprek al onnatuurlijk. Een tweede toepassing voor automatische emotieherkenning in spraak is die van het doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden audiovisueel materiaal. Denk aan YouTube-video's en archieven van talkshows. Nu kun je zoeken op onderwerp en zoeken op wat er gezegd is. Maar zou het niet mooi zijn als je kunt zoeken op de emoties die de mensen hebben vertoond in een talkshow bijvoorbeeld? Dan kan ik de vraag stellen, geef mij alle blije momenten van koning Willem-Alexander. Ik hoop dat ik hiermee duidelijk heb gemaakt dat emotieherkenning hartstikke nuttig is. En ik ben gelukkig niet de enige die dat vindt. Sinds de jaren 90 is er een veld in opkomst, het heet Effective Computing. En het doel van het veld is het ontwikkelen van sociale en emotionele machines. Daarbij wordt niet alleen naar spraak gekeken. Naast spraak zijn er ook andere modaliteiten, andere expressiemogelijkheden waarmee je emoties kunt uiten. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal of handgebaren. Dus jullie moeten goed in je achterhoofd houden dat naast spraak er ook andere expressiemogelijkheden zijn. Nou, als we zo'n machine willen ontwikkelen die jullie emoties kan herkennen, dan is het wel goed om eerst te kijken hoe mensen het doen, hoe goed mensen dat kunnen. Ik wil graag twee mensen uit het publiek halen. Jullie twee? Ja. Dank jullie wel dat jullie hier op het podium staan. Ik ga zo een van jullie een briefje geven. Daar staat een pseudozin op. Dat wil zeggen, het is een niet-natuurlijke taal, maar het klinkt wel als een menselijke taal. En ik vraag jou dat zinnetje op te lezen in een bepaalde emoties. Ja, er staan twee emoties op het blaadje. En aan jou de taak om te raden wat die twee emoties zijn. Dit is het zinnetje. Ja. En ik hou hem al vast. Ja. Ga je gang. Nekai bam soutmolen. Dat was de eerste emotie. En de tweede? Nekai bam soutmolen. De eerste boos en de tweede blij, vrolijk. Dat is helemaal goed. Goed gedaan. Hoe heb je dat geraden? Mede door de hoogte van de stem en ook een beetje de gezichtsuitdrukking. Oké, hoogte van de stem, dat is toonhoogte. Ja. Oké, goed. Nou, hartstikke bedankt. Mogen jullie weer gaan zitten? Wat nu redelijk goed gaat voor computers, is het herkennen van de geacteerde 6 universele basisemoties. Nou, de 6 universele basisemoties zijn boosheid, blijheid, afschuw, angst, verbazing en verdriet. Dat gaat nu redelijk goed. Maar we willen eigenlijk naar het herkennen van spontane emoties toe. En daar is wat meer voor nodig. Spontane emoties zijn meestal wat subtieler, zijn wat minder extreem dan die geacteerde basisemoties. Hoe komen we daar nu? Veel draait om data. We hebben een computer heeft veel voorbeeldmateriaal nodig om die emoties goed te kunnen leren. Daar zijn veel uitdagingen aan verbonden. Hoe verzamel je spontane emotiedata en hoe label je ze eigenlijk? Met labelen bedoel ik het aangeven van de begintijd en eindtijd van een bepaalde emotie. Dus de computer moet weten van wanneer tot wanneer was deze persoon boos of blij. En dat zijn de voorbeelden die de computer wil hebben. Nou, verder moet het spraaksignaal een beetje schoon zijn. Dat wil zeggen, geen achtergrondgeluid. En we willen ook niet dat mensen door elkaar praten. Als mensen door elkaar praten, dan weten we niet meer wie bij wat hoort. Nou, als we die data hebben, dan gaat de computer daar spraakkenmerken uithalen. En dan gaat hij naar verbanden leren tussen die spraakkenmerken en de emotie. Nou, wat zijn nou precies die spraakkenmerken die van belang zijn voor het herkennen van emotie in spraak? De eerste groep van spraakkenmerken is die van prosodie. Nou, prosodie is een
een groepsterm, is een term wat een groepje van spraakkenmerken beschrijft. En één daarvan werd net al genoemd, hè, toonhoogte. Een andere is luidheid, dus hoe luid je spreekt. En de laatste is spreeksnelheid. Nou, prosodie speelt een belangrijke rol in het uiten van emotie. Tweede groep van spraakkenmerken is die van de non-verbale vocalisaties. Ja, dat zijn korte geluiden. En dat zijn dingen als lachen, zuchten, maar ook die minimale luisterreacties die we net hadden gezien. En ook haperingen. Haperingen die de spraak minder vloeiend maken. De derde groep van spraakkenmerken zijn die van beurtwisselingen. In een gesprek nemen gesprekspartners die nemen beurten met elkaar. En een gesprek zou je kunnen karakteriseren aan de hand van die beurtwisselingen. Dus het aantal beurtwisselingen of aantal interrupties. En zo zou je dus kunnen hebben dat er heel veel interrupties zijn, of korte beurten en veel beurtwisselingen. Nou, als je zoiets hebt, dan zou je denken van, nou, dat zou best een geanimeerd gesprek kunnen zijn of zelfs een felle discussie. Dus hoe mensen de beurt nemen in een gesprek, zegt iets over de emotionele en sociale situatie in een gesprek. Zodra een computer dan al die spraakkenmerken heeft, uit het spraaksignaal heeft gehaald, gaat hij weer verbanden leren. Dus hij gaat weer verbanden leren tussen die spraakkenmerken en de emotie, de getoonde emotie. Dat gaat niet vanzelfsprekend, dat is nog best moeilijk. De relatie tussen spraakkenmerken en emotie is niet uniek. Er is geen één-op-één relatie. Het heeft onder andere te maken met sprekenvariatie. Er zijn nu eenmaal individuele verschillen. Het heeft ook te maken met contextvariatie. In verschillende situaties beeld je bepaalde emoties anders uit. Ik hoop dat jullie nu begrijpen hoe lastig het is om een robot emoties te leren herkennen. Maar mijn wens is wel om dit, om wel robots te maken die dat juist wel kunnen doen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over een robot die sarcasme kan herkennen. Zou dat niet mooi zijn? De NAO is daar nu nog niet in staat in, om sarcasme te herkennen. Right, NAO? You are so good in recognizing sarcasm. Thank you, Piet. Goed, kan een robot de emoties in jouw stem herkennen? Mijn antwoord is ja, maar onder bepaalde voorwaarden. En we hebben gezien dat het spraaksignaal schoon moet zijn. Geen achtergrondgeluid, geen mensen die door elkaar praten. We hebben ook gezien dat het wel aardig lukt met de 6 universele geacteerde basisemoties. Maar we willen echt toe naar het herkennen van die spontane emoties. En daar is nog veel meer onderzoek voor nodig. Meer data is altijd beter, maar ook de kwaliteit is van belang. We hebben ook meer begrip nodig van die spreker en contextvariatie. Dus wat is de invloed van de spreker in de situatie op het uiten van die emotie? En als laatste moeten we niet alleen aan spraak denken. Er zijn ook andere modaliteiten waarmee we onze emoties kunnen uitdrukken. En hoe werkt spraak nou samen met die andere modaliteiten zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal? Nou, werken aan emotieherkenning in spraak is een mooie uitdaging, grote uitdaging zoals jullie zien. Maar ik ben er zeker van dat we in de toekomst zeker emotionele en sociale machines tegen zullen komen. Dankjewel.